tafel. Er worden nummertjes uitgereikt. En op het moment dat je dat zeg maar iemand weer klaar is, dan worden ze gevraagd om, om deel te nemen aan het reparatiegebeuren. Dat is hartstikke leuk. Het is heel erg druk ook. Trouwens. Mensen zijn er vanavond geweest. Oh ja, dat ik denk ongeveer. Ongeveer denk ik 40 mensen. 40 mensen. Ja. En is dat zijn het over het algemeen jonge mensen of oudere mensen? Nou, het is eigenlijk heel erg gemengd. Er komt van alles. En, ja. Ja, we zijn dus nu op een andere locatie. Meestal zijn we in de ochtend. Ja. En dan hebben we meestal iets. Ja, dan zijn het vooral wat meer ouderen eigenlijk. En nu is het meer gemengd. Ja, ja. Want ik zie hier achter bijvoorbeeld. Breimachines of naaimachines staan? Ja, dat is naaimachines. En is dat dan een werkje zeg maar, om iets om een machine uit te leggen of is dat juist om een reparatie te doen? Om reparaties te doen. Ja, ja. Het is wel zo dat mensen zeg maar, kunnen leren over hoe ze hoe dingen gemaakt kunnen worden, maar mensen komen eigenlijk met iets wat stuk is en dan gaan ze samen met de naaister kijken van hoe kan het gerepareerd worden. En dat gebeurt op de tafel van de reparateur zo. Ja, ja. En wel grappig met al die nummertjes, hoe lang moeten mensen wachten als dat kan verschillen. Want als mensen als eerste binnenkomen, dan zijn ze meteen aan de beurt. Ja? Maar vooral elektrische apparaten, ja, die zijn heel populair. Want er zijn veel mensen die iets hebben wat stuk is, wat moeilijker te maken is voor mensen, vaak elektrische apparaten. Ja. En dus daar heb je echt vrijwilligers weer? Nee, ik doe het vanuit ook nog wat verdiend hier? Ja, nou, we hebben eigenlijk alleen een vrijwillige bijdrage. Dus mensen kunnen een vrijwillige bijdrage doen voor het werkcafé. Dus daar proberen we dan dus koffie en thee en vrijwilligersvergoeding voor te geven. Ja. Maar het is voor nu nog een project van het Haags Milieucentrum. We zijn er vorig jaar mee begonnen. En ik werk voor het Haags Milieucentrum. Oh, en jij bent ook verbonden aan het Haags Milieucentrum? Ja. Daar krijg ik dus altijd informatie van. Okay, maar iedere keer is het om een tijd dat ik niet kan. Of punt wat ver ligt, en dit ligt hier vlakbij, dus dat moest ik. Wat is de meest bijzondere reparatie die jullie verricht hebben? Nou, er zijn er echt heel veel eigenlijk, maar er was bijvoorbeeld vorige keer was er een blauwe massage iets, en de andere keer was er een huisje van kerst, of een heel oude radio, van alles. Ja. Dus ook zeg maar met lampen erin nog, een radio? Ja, volgens mij echt een grote. En ik zie daar bijvoorbeeld een piano staan, is dat ook? Nee, die is gewoon hier van de tango zijn, van de grote bier. En de eerstvolgende is? Op 16 januari, van 11 tot 1. Eerstvolgende? Ja. Oh, 16 februari is het. Ik zit in januari. Ja, de tijd gaat ook zo snel. 16 februari, en dat is op een zaterdag, van 11 tot 1. In de stadsboerderij Schildershoek. Oh ja, dat ken ik wel. Oké, nou bedankt. Succes. Ja.